Gisteravond ging Doris in première met in de hoofdrol Tjitske Reidinga. De film gaat over het doorsnee leven van een gescheiden vrouw en alle onzekerheden die daarbij horen. Marieke was op de rode loper. Hey, het gaat niet zo goed met mij. Ik ben 45 en ik ben een sneu geval. Doris Doornbos is een gescheiden veertiger met twee pubers en veel financiële sores. Terwijl de mensen om haar heen carrière maken, komt zij erachter dat er van haar eigen dromen maar weinig terecht is gekomen. Hoe sta je hier? Relaxed? Ja, ik sta hier redelijk relaxed. Ik heb de film gezien en hij is echt ontzettend leuk en lief geworden en grappig. Kunnen we een traantje verwachten ergens in de film? Het is een beetje raar, maar, zeg maar ik had zelf ook best moeilijk af en toe. Oh, echt waar? Ja, er waren wel momenten dat ik een lichte brok voelde opkomen. Ja. We zijn ontzettend trots en blij en alles. Ja. En we hebben heel lang gewacht, hè, want dit was een heel goed moment om de film uit te brengen. Maar hij is eigenlijk al een tijdje af, dus wij hebben echt al een tijdje zoiets van kom maar op. Na een korte werkbreak is ook Tjitske weer helemaal op adem gekomen en klaar voor deze avond. Nee. Straks zit ik in die bioscoop met hele samengeknepen situatie van achteren. Je denkt op een gegeven moment, weet je, het is ook leuk dat deze film er is. En hoeveel van jezelf herken je dan in Doris en in de film? Niks. Het ligt totaal van me. Het is een enorme transformatie. Dat armbandje, dat is van mij. Hij is van mij. Nee, natuurlijk is het niet van jou. Heb je gezien wat erop staat? He, van Tim voor mijn BFF. Ken jij iemand die Tim is? Ja, ik denk gewoon heel veel lachen. En misschien toch ook wel, ook al ben ik een man, heel veel herkenbaarheid. In de serie Doris krijgt Tjitske rijles. Toen moest ze meteen heel erg lachen, want zij heeft geen rijbewijs. Je hebt 3 kinderen, weet je. Hoe doe je dat? Dus het is gewoon voor de wereld beter dat ik geen rijbewijs heb. Ik heb die coördinatie niet. Ik ben levensgevaarlijk. Hoe staat Tjitske in het leven? Iemand met een heel druk leven, met opgroeiende kinderen, met van alles. Alles moet tegelijk. Geweldig! Ja, echt fantastisch. We hebben gehuild aan het eind. Nou, en dit is tv, hè? Ja, is er meteen, ik hoop, witte wijn. Is dat oké? Ja, helemaal goed. Oh, wat bitterballen fijn. Zijn er ook, hè? Oh, wat fijn. Je neem ruim. Eerst een nieuwe drinken geven vandaag. En ook dat is boulevard, hè? Ja, Doris draait vanaf aanstaande donderdag in de bioscoop.